Lisa Koublal, Marley Hollo tegen Manon Siebald. Dat is de wedstrijd waar wij naar gaan kijken in deze finale in de Carlton Eredivisie. Tussen Van Zundert Velo en Content Almere. Opnieuw een samenvatting hier op sportreport.nl. En dit gaat een partij worden hoor. We zien hier op de voorgrond Manon Siebald van Almere. En zij is zeer fanatiek. Maar goed, dat is een understatement. En aan de andere kant van het net misschien iets meer bescheiden. Of iets meer ingehouden. Maar daar gaat ook nog wel verandering in komen. Maar dat gaat u allemaal zien. Ik moet niet te veel verklappen. Dit is volgens mij de langste samenvatting die u gaat zien op Sport Report. Maar deze partij verdient alle aandacht. En kijk eens, de beginfase hier van Manon Siebald is sterk hoor. 6 tegen 11 staat het hier voor Almere. En de toon is eigenlijk al direct gezet. Hier een lichte voorsprong voor Manon Siebald. Zeer bewegelijk, zeer flexibel. En dit is goed gespeeld hoor. Slim gezien naar de ruimte voor het net. En daar kon Lisa niet op anticiperen. En zo is het gat groot. 6 punten. 12 tegen 18. Daar weer een foutje van Lisa. En zo wordt het gat groter. Maar hier zien we rechts ook een partij. Tussen Alex Vlaar en Erik Pang. Maar daar komen we zo meteen op terug. Een wedstrijd die wij niet gefilmd hebben. Maar zeker spectaculair. Maar wij focussen tot nu toe ons op deze partij. Hier in de slotfase van de eerste game. Althans, tenzij Lisa natuurlijk terugkomt. Dan gaan we nog even door. Lange rally. En de slordig van Manon Siebald hoor. Buiten de lijnen. En zo staat het 13 tegen 19. Gewoon een stukje terug in de, verder in de tijd. En zo wint hier Manon Siebald de eerste game. Met 14 tegen 21. Verder gebeurt het er niet zo heel veel in deze eerste game. Maar daar komt zeker nog verandering in. In het vervolg van deze wedstrijd. Want het begin is goed in de tweede game van Zundert Velo. 4-0 staat het. Dat was lastig te zien, maar hij is toch uit. Viel net buiten de lijnen. En kijk die kopjes, waar ze naartoe staan. Dat is naar de andere baan. Waar Alex Vlaar tegen Erik Pang speelt. Dus je denkt, waarom wordt er steeds geklapt terwijl ze hier gewoon bezig zijn? Dan snapt u dat. Want dit is een merkwaardig punt. Dat zien we niet vaak. Ze moet er ook zelf om lachen, Lisa Koublal. Ja, goed om te zien. Een 10 tegen 1. Kijk eens naar de score zeg. Wat een gat. 9 punten is het verschil. Ja, dan verlies je de eerste game zo en dan sta je zo voor. Het is ook maar de vraag aan wie dat dan ligt. Maar Manon Siebald gaat zeker nog wel terugkomen. Dat is een vechtertje. Maar ze heeft nog een lange weg te gaan. Hier 13 tegen 5. In de tweede game dus. Oh, goed gespeeld van Lisa hoor. Maar kan ze niet optimaal van profiteren. Dit is een slordig foutje. Te kort gespeeld. Was ook lastig te spelen natuurlijk. Maar er was wellicht wat meer uit te halen. En zo houdt Manon Siebald een klein beetje een aansluiting. Oeh. Ja, die was gewoon nog ingegaan. Binnen de lijnen. Goed gepareerd. En deze valt op de lijn. Ja, dat is gewoon in. 14 tegen 6. Nu is weer een gat van 8. Maar langzamerhand komen de dames dichter bij elkaar. Oei, daar in het net geslagen. 17 tegen 10 dus.
gaan we echt wel richting de slotfase hoor. 18 tegen 11. Hier in de bos waar de mensen bloedfanatiek zijn. Wat heerlijk om te zien. Dit is weer zeer netjes gespeeld hoor. En de aanmoedigingen die gaan ook weer uit naar de andere baan toe. Kijk eens. Vooral van Zindert Velo aan het juichen. Nou, misschien verklap ik daar al te veel. We gaan het zo zien. Hier 19 tegen 13. Deze viel buiten beeld, maar die was toch in. Voor Manon Siebald. En kijk eens daar 20 tegen 17. Het is matchpoint voor Alex Vlaar. En we schakelen toch even half over naar de andere partij. En jawel, Alex Vlaar wint daar van Erik Pang. Goedemiddag zeg, wat een verrassing. Het is de tweede keer dat Alex Vlaar wint van Erik Pang. Als de heer de dubbel nog niet heeft gezien, dan gaat hij dat daar ook zien. Wat een blijdschap daarbij van Zundert Velo. En terecht. Want misschien was dit punt niet helemaal ingecalculeerd. Het is duidelijk dat van Zundert Velo in de dubbel zeer sterk is. Ja, op het enkelspel lijkt Almere wel wellicht wat sterker. Dus ja, dan is het heel heerlijk als Alex Vlaar daar wint van Erik Pang. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van Zundert Velo natuurlijk. Maar ook deze wedstrijd, kijk eens aan, 19 tegen 19. En Lisa slaat hier de shuttle in het net. En zo is het opeens matchpoint voor Manon Siebald. En ik zei net, het stond net 10 tegen 1, hè. 9 punten verschil. En ook bij een stand van 15 stond het ook gewoon met 8 punten verschil. Maar hier wordt het matchpoint niet verzilverd. Het gebeurt er veel in deze partij. Ja, dan gaf Lisa toch een beetje weg, hoor. Maar kan ze dat nog gaan herstellen? 20 tegen 20. Uiteraard moet je met 2 punten verschil winnen. Voor de mensen die niet vaak naar badminton kijken. En deze, ja. Die slaat met ons iemand in het net. Niet eroverheen. En zo is het gamepunt voor Lisa Koeblal. 21-20. En aan de aanmoedigingen zal het niet liggen. Vlaggen en alles is erbij. Doodse stilte hier in de zaal. In de sporthal. Gaat het Lisa lukken? Jazeker. Ja, is het nou door het oog van de naald? Dat weet ik niet. Maar de partij had al beslist kunnen zijn. Al had Lisa dat natuurlijk veel eerder moeten doen. En daar is het te zien. Alex Vlaar. 21-13. 21-17. Dat is overtuigend. En dat tegen Erik Pang. Dat is zeer knap. Maar Manon Siebald. Kijk eens zeg. Ja, volgens mij is ze blij. Dat valt ook wel te zien. En ze heeft hier de voorsprong in de derde game. De beslissende game. De winnaar van ja, wie het eerst tot de 21 komt, die wint de partij in principe. Tenzij we tot de 22 of de 23 doorgaan. Afijn, u snapt het. En hier een grote voorsprong voor Almere. Lijkt alweer het tegenovergestelde van de tweede game. Waarin Manon het wellicht even uit handen gaf. Met die grote achterstand. En kijk eens, oh, wat een prachtig punt daar van Lisa. En ja, ze krijgt nog even wat aanwijzingen, want het moet nog iets beter. Er moet een tandje bij. Ja, het mannen-enkelspel, of mannen-dubbelspel moet ik zeggen. Werd dus gewonnen door Van Zundert Velo. We hebben net gezien dat Alex Vlaar zijn partij won. Dus oei, wat gaat er gebeuren als Lisa Koeblal deze partij wint. Durven dan al voorzichtig te mogen voorspellen dat Van Zundert Velo deze finale gaat winnen. Want er zijn een flink wat punten gescoord al hoor. En dan moet Almere een hele grote inhaalslag gaan ondernemen. Om überhaupt nog op gelijke hoogte te komen.
Dan heb ik het over de hele finale. Maar gelukkig nog niks aan de hand. Want kijk eens, hier een mooi punt van Manon Sibat. En zo is er nog niks aan de hand voor Almere. Fanatisme dan langs de lijn hoor. Hier bij een stand van 13 tegen 13. Lisa Koblo komt terug. Deze lange partij. Het begint ook een uitputtingsslag te worden ook. Vooral ook mentaal, want wie kan het meeste tegen de druk? Dat is ook de vraag. Er moet altijd publiek om je heen. De toeters die horen wij allemaal. Moet er maar aanstaan hoor. De zenuwen zullen door beide lichamen gieren. Maar het publiek vermaakt zich. En terecht. 17 tegen 15 hier. Ja, spannend is het hoor. Zeker. De aanmoediging hier voor Velo. 18 tegen 16. Zeer belangrijk punt. En dat is het zeker. Kijk eens. Lisa Koblo. Malai Hollow. 19 tegen 16. Dit was een cruciaal punt. Levert dit de beslissing op? Of kan Manon Sibat nog één keer terugkomen? Want 19-17 of 20 tegen 16 is een groot verschil. En kijk eens aan, het is hier 20 tegen 16. Het is hier matchpoint voor Van Zundert Velo. Kijk eens aan, het publiek gaat erachter staan. Gaat de mens uit Wateringen, gaat het lukken? Is dit er wel? Is dit de beslissing? Nee, nog niet. Nog niet. Iets te vroeg en daar wel. Ja, Manon Sibat krijgt hem er niet overheen. De shuttle over het net om precies te zijn. En zo wint Lisa Koblal Malai Hollow haar partij. Wat een spectaculaire partij was dit zeg. En een zeer belangrijk punt voor Van Zundert Velo. Die afsteven op de titel. Dat mag nu zachtjes gezegd gaan worden. Even een rondje lopen op het veld. Een knappe overwinning daar van Zundert Velo.